Dus hij kon er geen ei bakken, maar toch doet hij mee aan een kookprogramma waarin bekende Nederlanders gekoppeld worden aan de allerbeste chefs van Nederland. Oké, dames en heren, opgelet. En dat betekent dat alle chefs aan de zijkant van het werkstation moeten gaan staan. En ik denk van nou niet nu, want het was op een heel essentieel moment. En het was één kokende chaos. Voel heel even aan de mossel. Even schudden. Deksel er weer op. Volgens mij heeft het voorzitter of ik 30 stappen van de zenuwen nu 25 vergeten ben. Ontspan. Ja, we zien jullie hier aan het werk. Presentator Jan de Hoop en de Velpse meesterkok Angelique Smijnk. Jullie vormen een gelegenheidsduo. Kenden jullie elkaar al voor dit programma? Nee. Ja, ik had wel van haar gehoord, want wij eten graag en veel en lekker buiten de deur. Dus ik kende haar wel, maar nooit ontmoet. Kende u Jan de Hoop? Ja, natuurlijk kent u Jan. Hè? Wie kent Jan niet? Nou. Ja, maar u bent er wel een beetje ingeluist, hè? Nou, een beetje wel. Ja, want Jan zou kunnen koken, werd mij gezegd. En dat was dus echt niet waar. Hij kon dus echt nog geen ei bakken. Nee. Hoe maar kan dat, serieus? Jan? Ja, iedere man moet toch een ei kunnen bakken? Ja, op zijn minst? Dat ging op drie manieren mis. op zich ook knap. Zeker knap. Daar ben ik heel knap. Hier gaat het al mis. Dingen omgooien is mijn specialiteit. De EHBO was voortdurend aan ons kookeiland. Nee, mijn man kan heel goed koken. Oh, ik wou zeggen, eet je altijd buiten de deur, maar je hebt gewoon een man die kookt. Ja, die op sterrenniveau dus. En de reden dat ik meedeed eigenlijk was omdat ik dan voor hem eens een keer wat lekkers kon klaarmaken. Oh, heel goed. Lukt dat nu, denk je? Ik heb één keer iets uit alle handen gemaakt inmiddels. Nou, denk ik, hè. Weer een kookprogramma, weer een afvalrace, weer bekende Nederlanders. Wat onderscheidt dit programma, Angelique? Nou, het onderscheidt in die zin dat de chef staat aan de zijlijn. En degene die dus niet kan koken, in zo kort mogelijke tijd heel veel technieken laten doen. Hè? Bijvoorbeeld, want Jan heeft mij echt verbaasd door in een paar weken tijd een makreel te fileren, oesters open te maken, een bavet te braden, een krab te analyseren. Ja, heel knap. En het bleek natuurlijk enorm snel te gaan en heel veel gevoel voor creativiteit, snel oplossen. Ja. Dus het was echt, het is heel bijzonder om naar te kijken in hoe korte tijd, als het goed wordt gecoacht, dat je iemand echt dus kan een dramatische koken. Start, maar uiteindelijk heeft hij ook wel verbaasd in positieve zin. Zeker weten. De jury zou wel op enig moment, je zou wat aan je presentatie moeten doen, maar dat roepen ze bij RTL al 30 jaar. Dat is nooit gelukt. Dat is nooit gelukt. Ja. Hoe zit dat nou met dat kook van huis en iets met vuur of smeulen? En, nou, hoe kijk, je moet dat? Je voorstellen, het gaat als volgt. Je staat achter dat keukenblokje, daarboven hangt een TL-balk. Als die groen is, mag Angelique meewerken. Als die rood is, dan moet ik het alleen doen. Dus zij staat aan de zijkant aanwijzingen te geven. Beetje pittig, hè? Want anders is er geen beweging in te krijgen. Dus op enig moment stonden er vier pannen op het vuur. En dan moest de vijfde pan op. En Angelique, pan op. Dus ik pak één pan eraf en zet die op het keukenblokje. En op een gegeven moment dacht ik, wat ruik ik toch? En die pan was langzaam door het keukenblok aan het zakken. Ja, de geur van gesmolten formica. Ja, ik mag niet vragen, de opname zit op. Het is een afvalrace. Ik mag niet vragen hoe lang jullie in het programma blijven. Dan doen er allerlei bekende Nederlanders mee. Hè? Ronald de Boer, Goedele Liekens en Monique Smit. Als ik nou aan deze mensen zou vragen, beschrijf het duo Angelique en Jan nou eens voor mij. Wat zouden ze dan zeggen, Angelique? Wat een goede vraag. Ja, dat is een hele goede vraag. Nou, ik denk wel dat we hebben een enorme match eigenlijk vanaf het eerste seconde. Jan is heel relativerend. Dat werkt voor mij heel goed, want ik ben heel geconcentreerd en serieus. En, dat moet ook als meesterkok. Dat moet ook. En ik werd heel erg blij van de vrolijkheid van Jan. Dat werkte heel goed, zeker ook in de opnames en met het leren. En ik was enorm blij dat Jan het zo snel heeft opgepakt allemaal. Dus dat, ik denk wel dat is opgevallen bij de andere deelnemers zo. En inmiddels zijn we zo goed met elkaar dat zij kookt ook in een ballon. Hè? Ja, dat weet ik, in een luchtballon. Ja, in die 80 graden van en die hete lucht. En jij mag mee. Morgen, ik snap stijf van de hoogtevrees. Met hoogtevrees. Maar ik zei al tegen Jan, in een luchtballon heb je geen last van hoogtevrees. Ik hoop het. Ja. Nou weet ik dat jullie samen geoefend hebben, hè? Ook in Velp, in jouw culinaire gallery. Iets heel nieuws is dat. Kun je heel kort even aangeven wat concept, dat is? Dus eigenlijk een galerie vol smaak. Daar zijn smaakexposities, die heten Art and Eat. De foto's die maak ik zelf. En je kunt ook letterlijk de foto's proeven. Dus als je kijkt naar een inktvis, kun je ook de inktvis uit de foto pakken. Ja. En de inktvissaus over het schilderij kun je zo
Oh. En het ziet er heel mooi uit. Nou, ja. ik proef het ook al. Ja. Zoals zij het beschrijft. Ja, sowieso een beetje trek. Ik ook. Kun jij al die gerechten die bij haar in de gallery hangen, kun jij die maken al inmiddels? Nou, dat is wat al te ambitieus. Nou, heel veel wel. Ja, inmiddels... Een krab kun je helemaal analyseren. Je moet je voorstellen, Sergio Herman zat als de jury. Oesters. Ja, kan zelfs niet staan. Ja, Angelique heeft alles meegenomen. Gaat Colin zo zingen. Ja. En dan wil ik even ondertussen kijken hoe goed jij bent met oesters. Ik hou daarvan. Gelukkig kan Colin heel goed zingen. Dat scheelt. Ja, hè? Want ik denk, ja, je zegt wel dat je heel veel geleerd hebt de afgelopen weken. Heeft deze vrouw dit geregeld? Mag ik dat zeggen, Angelique? Ja, dat mag je best zeggen. Vrouw. Deze nare vrouw naast jou, waar je volgens mij heel veel plezier mee hebt. Jazeker, ja. Die heeft dat geregeld. Mag ik wel vragen of jullie aflevering 1 overleefd hebben? Of mag dat niet? Nee. Dat mag niet. Nee, het is dinsdagavond 24 april. RTL 4, 8:30 en dan weet iedereen. En wanneer is de tweede? Nee, dat is flauw. Jullie mogen het niet zeggen. 8 weken lang, hè? Maar de vraag zit erin. 8 weken lang. Ja. Wij gaan het allemaal in de gaten houden. Gaan aan de slag met de oesters. Ja, dat ga ik doen. Dan,